hebben een inloopavond omdat we wat nieuwe vrijwilligers nodig hebben. En er was een kleine opkomst. Maar goed, wel drie zeer geïnteresseerde mensen. Je hebt liever drie geïnteresseerde dan 10 mensen die alleen maar komen kijken. En waar je uiteindelijk niemand uitkrijgt. Dat is meer dan waar. Ja. Hebben deze mensen ook aangegeven of zegt verder wat willen bij de brandweer? Ja, één jongen is speciaal verhuisd vanuit Nunspeet naar Apeldoorn toe, dicht bij de brandweer. Dus ja, dan mag je wel aannemen dat hij heel veel interesse heeft. Dus we kunnen wel spreken van een potentieel nieuwe vuiler. Ja, zeker. We hebben hier nog iemand lopen, daar lopen we al langer mee. En die gaat ook een aanstaande keer doen. Dat we daar in ieder geval twee nieuwe jongens minimaal hebben. Nou, dat is heel goed nieuws. Ja. Hoe ben je zover bij de brandweer heel terecht gekomen? Ik kwam uit mijn dienstplicht en ik had eigenlijk te veel vrije tijd. Dus heb ik, ben ik eens hier langs de brandweer, toen zaten ze nog hier in de grote post, ben ik hier langs gekomen en met oud postcommandant Aad Wijsterbos een gesprek gehad. En ja, als jongensbediende ben ik hier toen aangenomen. Ja, op jonge leeftijd. En nu zit ik inmiddels bijna 22 jaar bij. Het bevalt me prima. Dat is heel mooi. Ja. Wat zou ik tegen anderen zeggen? Waarom zou je bij de brandweer zouden moeten gaan? Ja, je moet er een passie voor hebben en je moet mensen willen helpen. Ja, dat is eigenlijk mijn passie om mensen te helpen en om te kijken of wij als brandweer wat kunnen doen. En als de mensen het niet meer weten, dan komen ze altijd bij de brandweer, want die weten altijd wel een oplossing.